Het is misschien niet de grootste, maar zeker wel een van de spannendste markten in beleggingsland. De cryptomarkt. Elke week proberen we die te duiden. De Crypto Corner doen we met Thomas Franke, investment manager van Digital Assets. Moet ik er ook bij zeggen, van Fondshuis Van Eck. Jij gaat ook regelmatig aanschuiven. Welkom, Thomas. Dankjewel. Het was met het weekje weer wel, hè? Ja, spannende week geweest. Ja, zeker weten. Crypto-gebied en op NFT-gebied. En daar willen we deze week eens op inzoomen. NFT's. Je leest er veel over, maar wat zijn het nou? NFT's in minder dan 1 minuut. NFT staat voor Non-Fungible Token, oftewel niet vervangbare token. En is een digitaal certificaat gebaseerd op dezelfde technologie als de Bitcoin. De blockchain-technologie. Van een Bitcoin bestaan miljoenen kopieën die onderling uitwisselbaar zijn. Allemaal dezelfde waarde hebben en in kleinere stukjes kunnen worden opgebroken. Bij NFT's kan dat niet. Elke Non-Fungible Token is uniek. Niet te vervangen met een andere NFT en kan alleen in zijn geheel worden overgedragen in de vorm van een digitaal certificaat. Vergelijk het met een briefje van 10 euro en een schilderij. Het maakt niet uit welk specifiek biljet je in handen hebt, met elk tientje kun je betalen. Maar het schilderij is niet verwisselbaar. Er is maar één exemplaar dat een landschap, persoon of situatie op deze manier afbeeldt. NFT-technologie kan eigendom en schaarste creëren in het digitale domein. En creëert hiermee een innovatieve markt en een nieuw waardesysteem. Ja, Thomas, als ik dit zie, dan krijg ik een beetje het clownbasje gevoel. Ik begrijp het wel, maar snap het doe ik het toch niet helemaal. Dan kan je het misschien voor mij iets concreter maken. Ja, ik denk dat we begin dit jaar hebben een paar concrete voorbeelden gezien. Ja. Het begon eigenlijk met de verkoop van Beeple. Ja. Beeple is een digitaal kunstwerk waar een NFT van is gemaakt. Dit is geveild voor een astronomisch bedrag van 69 miljoen. Mm-hmm. En dat gaf eigenlijk een soort referentiekader voor de gehele NFT en cryptomarkt. Van hey, als dat 69 miljoen waard is, wat is deze bijzondere avatar of ander plaatje dan waard? Ja. Van een bijzondere developer die dat 5 jaar geleden gemaakt heeft. Ja. Nou, dan zie je speculatie en vervolgens hebben we ook iets gezien wat dichter bij huis, ook dichter bij ons land, Don Diablo. Toch een artiest die een NFT heeft gemaakt van zijn concert en heeft kunnen veilen. En een NFT, de cryptomarkt zelf, zagen we, Etherrocks was toch wel een... Die hebben wij ook eentje. Ja, precies. Dat zijn deze dingen. Ja, maar die ons was iets goedkoper. Die kwam uit de printer gerold, 3 cent. Ja, precies. Ja. Het is ook een digitaal kunstwerk. Je zou zeggen, een kind van 8 kan zoiets ook op de computer maken. Maar dit gaat dan voor 3 miljoen euro weg. Ja. Ja, dan denk ik, dat slaat er echt helemaal nergens op. Ik denk dan gelijk aan de tulpenmanie uit. Wat is het? 1600 zoveel. Ja, nou ja, we weten niet of vergelijken of dit misschien wel de Mona Lisa is van crypto over 5 jaar. Feit is wel dat schaarste, wat geprogrammeerd kan worden in die NFT's. Ja. En het fungeren als statussymbool. Er zijn er ook maar 100 van, hè, Thomas. Ja. Dat is de schaarste. Er zijn er maar 100 van gemaakt. En dat is allemaal net iets anders. En de rode draad tussen Etherrocks, Don Diablo en ook dat andere... Het is digitaal en je kan dat dus tegenwoordig waar je vroeger die muziekbestand... Die kon iedereen delen. Niemand wist van wie het was, bij wijze van spreken. Het kon gekopieerd worden. Daarvan kan je nu dus zeggen, dit is een digitaal bestand. Dat is uniek en dat is van mij. Dat is wat ik begrijp. Exact. Het ding, toch? Exact. Wat NFT-technologie mogelijk maakt, is dat je onderliggende data van activa, passiva, dat kan van alles zijn. Mm-hmm. Je kunt er een certificaat van eigendom van maken. En vervolgens kun je dat registreren op de blockchain. En als je het kunt registreren op de blockchain, betekent dat ook betrouwbaar is en dat de echtheid daarvan ook ervan te verifiëren is. Ja. En als je het eigendom kunt verifiëren, kun je handel gaan drijven. En met handel kun je spreken over economische transacties. En dat zien we over de afgelopen jaren. Ik heb het ook begrepen, want het zit ook in een spelletje, begrijp ik. Ja. Toch of niet? Daar kunnen we misschien even naar kijken. Ja, dit is een erg leuk voorbeeld, op dit moment ook erg hot in de markt. Het is play-to-earn model. Axie Infinity is daar een heel interessant voorbeeld van. Laten we even kijken. Axie Infinity is a digital pet community where players can sell their in-game characters for real money using the Ethereum blockchain. En hoe werkt dit dan? Ja, het is in principe wat het filmpje ook zegt. Het is je kunt een spelletje spelen en met dat spelletje kun je tegen elkaar strijden. En wie wint, verdient cryptocurrencies. Nou, er zit natuurlijk veel meer achter. Je kunt die NFT's die je zag, die poppetjes, die kun je trainen. Die kun je, net als bijvoorbeeld Pokémon of andere spelletjes, Tamagotchi vroeger. Ik weet niet, dat nog daar kon je ook NFT's, tenminste dat soort beestjes, kon je trainen. Je kon ze opvoeden, je kon ze dingen leren.
En naarmate spelers dat doen, kunnen ze daarmee meer geld verdienen. En als ik nou gewoon als belegger hier in Nederland daar iets mee wil, waar moet ik dan in gaan zitten? Waar moet ik dan zijn? Kan je iets zeggen? Waar moet ik mee gaan verdiepen? Ja, de meeste transacties, Ethereum en Solana is, probeer al een beetje een deel van de taart te krijgen natuurlijk. Dus Solana is ook op zoek, de NFT's, Avalanche. Er ook voor Avalanche. Avalanche, Solana, Ethereum, dat zijn wel... Daar zou je eens naar moeten gaan kijken. Het is natuurlijk altijd eigen onderzoek doen, heel belangrijk. Maar zeker, als je iets mee wil, in die munten moet je misschien zijn. Dankjewel Thomas, voor nu Investment Manager Digital Assets van Fondshuis Van Eck.